Jammer. Dat vind ik. Hoi wel. Fee is hier. Hallo. Dus gaan Blue weer zien na een half jaar. Is het toch? Ja. Hi. Je kunt de stal openmaken als je wil. Gaat Blue weer zien. Maar hij leek toen hij geboren was, leek hij als echt een vos ging worden. Ja. Maar nu is het toch gewoon een bruine met zwarte manen. Ja, hij is gewoon bruin met zwarte manen. Jammer. Dat vindt ze jammer, nou. Hij is heel, ze zijn allebei heel lief hoor, ze doen niks. Ik had toch liever een fleurkleurtje willen hebben. Ja. Toch? Ja, liever een fleurkleurtje willen hebben. Vee is niet zo fan van bruin. Nee. Saai. Maar hij heeft wel bruin in de manen, zeg maar, aan beide kanten, zeg maar. Ja, hij heeft wel een heel lief neusje. Maar hij is wel echt zo, dat compacte halsje van Fleur. Ja, hij is wel... Hij heeft een compacte halsje van Fleur, ja. Baby. Groot is die ook. Ja. Ja, voor een jaarling. Dan deze? Dit zijn even ja. Of niet? Ja, Blue is ietsjes ouder. Ook weer een klein. Ja. Zo lief. Zit bij Vee in de auto. Hoe lang geleden is het dat wij elkaar hebben gezien? Nou ja, meer dan 6 maanden. Nou, ik denk dat. Is dat niet de laatste keer dat ik hier bij Bloek kan kijken dan? Ja, dat denk ik wel. Ik ben niet bij jou geweest meer. Nee, volgens mij ook niet. Dus dat wordt ook. Dus dat was mei, was dat? Ja. Zagen we net de foto's terug? Ja. Dus dat is, drie kwart jaar. Nee, ja. Bijna een jaar. Ja, bijna dat een bijna jaar. Een jaar. 10 maanden. 10 maanden. Zo lang hebben we elkaar al niet meer gezien. Tijd vliegt. Nou ja, we hadden natuurlijk al contact toen ik in Canada zat. Dat als ik terugkwam, dat we even wouden afspreken weer gezellig, even bijkletsen. En ik heb het slechte nieuws natuurlijk gehad. Dat ik woensdag geopereerd word. Dus dat moest in één keer allemaal heel snel. Ja. Voor jou is dat fijner in ieder geval. Ja, nou ja, dat is nou ja, wat je fijn kunt noemen. Ik had niet helemaal geen operatie gehad natuurlijk. Maar goed, het is niet anders. Ik ben er niet deze weg is nu dus 1,5 kilometer dichter. Dus vandaar dat we helemaal om moesten. Deze weg? Ja. Deze voor 1,5 kilometer dichter. Dan moet ik even kijken op de telefoon. Goed, ik moest even de weg opzoeken, want de weg is afgesloten. Maar ja, superleuk dat Vee en ik elkaar toch weer in zo'n periode kunnen zien. En ik heb dat sowieso met heel veel... Ik zie heel veel vrienden, vriendinnen niet echt als in maandelijks of zo, weet je wel. Yeah. Omdat het voelt niet zo. Je bent gewoon een beetje zo je leven aan het leiden. En denk je, oh, die heb ik eigenlijk ook al een tijdje niet gezien. En dan ga je nadenken, denk, oh, wow, ik heb die echt al een dikke half jaar of een jaar of zo niet gezien. Ja. Yeah. Maar dat voelt dan nooit zo. En zeker omdat je ook nog wel via de app of via social media of zo dan een beetje contact hebt. Dan hou je toch elkaars leven een beetje in de gaten. Ja, klopt. Dus, ja. Ik zag laatst nog de foto van de allereerste keer dat we elkaar zagen. Dat ik hoor je bent. Gewoon echt fangirl. Dat is heel lang geleden. Dat is echt heel lang geleden. En ging eigenlijk om die buitenrit, hè? Was dat het ook alweer? Ja, voor die Veluwe trail. Ja, toen zouden wij dat samen gaan doen. En er is toch niks van gekomen. En toen gingen we maar gewoon afspreken. En zo zijn we eigenlijk vriendinnen geworden. Ja. Wel grappig. Ja. Maar al mijn vriendinnen tegenwoordig heb ik via internet leren kennen. Ja. Allemaal via die paarden via internet. Ja. Social media is dat toch wel een beetje... Dat is in Canada dan weer heel anders. Ja? Je hebt daar heel veel, dan gaan ze gewoon koffie drinken 's ochtends met z'n allen samen, zeg maar. Dus daar vind je wel sneller mensen, gewoon persoonlijk, zeg maar, in plaats van online of social media. Ja. Dus dat is wel een beetje anders. Maar Vlie heeft Blue voor het eerst weer gezien, nadat hij een klein babytje was. Ja. Wat vind je van Blue? Ja, hij is een beetje veranderd van kleur. Hij is geen vos meer. Maar hij is wel heel lief. En ik zei ook, hij ziet er wel heel goed uit. Het is niet zo'n naarling. Nee, hij is inderdaad wel redelijk mooi opgedroogd voordat we het doen. Ja. Vee en ik gaan even kijken wat we nog gaan doen. Ja? En als we nog iets anders gaan doen waar ik jullie mee kan nemen, neem ik jullie daar mee. Maar ik dacht, het is wel even leuk om uit te laten zien dat Vee weer blieuw was. Dus ja. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is Pientje ontsnapt. Pien, ga jij even heel gauw terug? Je moet terug in je stal. Echt waar, kom. Terug. Die ontsnapt altijd. Kom, op, jij terug.
Nicky komt met Fleur eruit. Wat vind je? Hé, Moppie. Pientje, blijf staan. Blijf staan. Jij mag niet meer op concours, sorry. Je bent te klein. Daar gaan ze naar de poetsplaats. We hebben vandaag wedstrijd. Ik heb echt super veel zin in. Mickey heeft volgens mij ook echt super veel zin in. Mickey springt vandaag 80 centimeter. Ik spring vandaag een meter. En ja, we gaan zien hoe het gaat. We gaan nou even snel klaarmaken. En dan moeten we vertrekken. Het is 1,5 uur rijden. Heb je er zin in, Mickey? Ja. Oké, we gaan ervoor, hè? Ja. Komt helemaal goed. Ja. Dus we nemen jullie mee vandaag. Hey, knappie. Alleen een dekentje nog op en dan zijn we er klaar voor. Hey, Fleur. Mickey had de flesjes al laten zien. Knappie. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time. Then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind. I can't get up. Tell me things I can't say myself. From you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need you. Someone to show me the way. The light doesn't shine on me. To breathe, yeah, I need that. Take it all in, now I see. What I'm asking for is just some space and some time. Then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind. I can't get up. Tell me things I can't say myself. From you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Super. Loze ronde. Wij zijn rijden 7,5 over 7,5 over 8. Maakt het totaal van 5,5. Ja jongens, het is mijn beurt. Mickey heeft al gereden. En Mickey is gewoon eerste geworden. Super trots. Dus we gaan nu een kaartje opzadelen. Voor mijn rondje in de klasse 1 meter. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner. Yeah!
Nou jongens, ik ben er afgevallen. Volgens mij ben ik nog nooit van Fleur afgevallen na een wedstrijd. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik heb net zoals van, ik voel echt super zacht. Maar ze sprong fantastisch. Het was echt niet normaal hoe ze sprong. En zo de lucht in en zo op de achterbenen, zo goed de benen optillen. En het enige wat ik me kan bedenken is dat ik zelf gewoon misschien iets te zelfverzekerd werd omdat het dus zo goed ging. En toen liet ik haar misschien een beetje gaan op die hindernis. Toen ging het niet heel goed, toen stopte ze. En ik was er zelf zeker dat ze echt niet zou stoppen. Dus toen lag ik er gewoon al vanaf. Maar ik ben super trots. Ik ben super trots op Mickey. Die is natuurlijk eerste prijs gehaald vandaag met Fleurtje. En we gaan er lekker afzalen en dan naar huis rijden. Dus ik krijg lekker veel worteltjes, want ik ben wel ontzettend trots op haar. Dus ja, super goed gedaan. Nou, van wedstrijd ben ik bij Blue. Hier is ergens geld van Blue in het hoekje. Hij moet even bijkomen, want we hebben net een fotoshoot gehad. Ik ben namelijk met Renate. Van Renate Zuidema Fotografie. Ja, hallo. Ik zal alles even in de reacties of in de beschrijving zetten, zoals ik altijd doe. Renate is vandaag foto gemaakt van Blue en mij. Last minute soort van. Ik ga morgen dus naar Amsterdam met het ziekenhuis. Dus ik vond het super fijn dat je langs zou komen op zo'n korte termijn ook. Ja, super fijn. Ik vond het heel erg leuk. Heel erg foto's. Dus heb je een paar die we een beetje preview kunnen laten zien aan ze? Als ik de foto's heb, dan laat ik ze hier ook al gelijk wat na die tijd zien. Maar even voor een preview. Kunnen we daar kijken hoe knap die is, jongens. Maar er zijn nog veel mooie foto's. Ja, dus als ik ze heb, dan zet ik ze in deze video. Anders kunnen jullie ze terugzien op Renate's social media en mijn social media. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doeg!